Sonic City. Het is zover. De dag waar de meeste vrouwen naar uitkijken en sommige mannen zoiets hebben van ach, het kan me gestolen worden. Commercieel of niet, je kan er niet omheen. Het is Valentijnsdag en je weet hoe het gaat. Krijg jij een kaartje van een geheime aanbidder, dan vind je het heerlijk. Of je partner die denkt, ik geef mijn schatje een biertje met een hartje. Je hart slaat een slag over. Laat de hartjes maar komen. Wat doe jij op Valentijnsdag? Ik ga uit eten met mijn vriend. Ik ben met mijn moeder en mijn vader en mijn zus thuis. Gewoon gezellig, cadeautjes uitpakken, liefde voor elkaar. Ik heb geen vriend, dus... Mijn vriend moet werken, helaas. Heeft hij geen plannen gemaakt? Nee, erg. Migado. Niks speciaals, alleen maar seks. Zit ze daarop te wachten? Ja, toch sowieso. Vrouwen houden van seks. Of ja, niet? Maar het is Valentijnsdag. Seks kan ik ook gewoon op een donderdag krijgen. Ja, kijk. Ja, kan ook, maar je moet die seks speciaal houden. Gisteren heeft mijn moeder me opgebeld en ze vroeg me toevallig wat ik die dag zou doen. Ja. En komt ze gezellig bij me thuis en gaan we wat koken en ook gezellig Valentijnsdag houden. Wat ga jij doen met Valentijn? Niet zoveel. Hoezo niet? Ik vind het niet echt een feestdag ofzo. Hoezo niet? Het is gewoon een normale dag. Oh jee, ik heb geen plannen. Niks? Nee. Heb je wel iemand die misschien plannen voor jou kan maken? Nee. Oh my god, zwarte bladzijden in je leven, hè? Vreselijk, ja. Kom maar hier, schatje. Kom maar. Wil je geen hartje van mij? Wauw. Het is liefde. Gratis en voor niets. Een hartje op Valentijnsdag. Hier. Ik bijt niet. Dank je wel. Alsjeblieft, liefie. 14 februari. Je kan niet met niets aankomen, dus voel je je verplicht. Verplicht niet, maar... Elke dag is Valentijn met mij. Misschien koop ik een bos bloemen, gaan we naar hotel, even croulatie lekker klaar. Wat ik de laatste jaren heb gehoord, wanneer het Valentijnsdag is, waarom is het zo'n speciale dag? Het moet toch elke dag zo zijn? Dus ik denk dat het nog steeds zo is, dat ze zich niet verplicht voelen. Zeg het even tegen al die mannen, alsjeblieft. Verwen je vrouw gewoon. Op Valentijnsdag, ja. Wat gaat het speciaal maken dan? Kaarsen. Ga voor haar koken. Ik zie je. Het is niet alleen seks. Er komen allemaal dingen bij kijken. Sowieso seks. Dat sowieso. Dat is hoofdverdachte. Denk jij dat mannen zich verplicht voelen om iets te doen met Valentijnsdag? Ik denk het wel, ja. Ja. Een soort pressure gewoon om een vrouwtje blij te maken. Waarom zou je aan je vrouw op Valentijnsdag verwennen? Omdat ze net zegt dat ze het wil. Ja, maar zijn meerdere dagen. Nee, ik denk dat dingen geven niet... Zozeer laat zien hoeveel je om iemand geeft. Het hoeft niet speciaal met een cadeau te zijn of zo. We kunnen ook gewoon uit eten gaan naar de bioscoop. Toon je wel iets dat je van elkaar houdt. Ik vind dat het ook andersom moet kunnen. Dat de vrouw gewoon hem verrast. Begin alvast te bedenken wat je tegen haar gaat zeggen. Al vieren, ik hou heel veel van je. Ook al vieren we het niet. We zijn wel samen die dag. En we maken het wel gezellig thuis. Lieve schat, ik hou van je. Mama, papa en die Lovo, ik hou van jullie en jullie moeten altijd weten dat ik altijd voor jullie klaar sta. Dit wat je hier ziet, dit is mijn hartje. Dit is van mij. Maar ik zou wel graag dat dit hart zou ooit van jou willen zijn. Alle drie is kaartjes van mij. Ik hou allemaal van jullie. Ik ga jullie verwennen. Je bent de mooiste vrouw op aarde, dag me. Oh my god, geef er het snoepje. Kus er. Jullie doen gewoon nooit niet aan Valentijn. Nee. Zullen we daar vandaag dan verandering in brengen? En dan een kus om het af te maken. Oh.